Tjerk den Boer, dat was je debuut op de Jeugd Olympische Spelen. Hoe is het gegaan? Het ging nog wel prima. De eerste rit had ik een beetje pech met een lastige loting. Maar ik heb wat geprobeerd, maar het was helaas niet gelukt. Dus dan zit je al een beetje in de onderste helft. Dus de laatste rit heb ik dan moest ik wel even winnen. Dus. Terug naar die kwartfinale, die lastige loting. Je probeerde wat, je kwam één keer kwam je op de tweede plaats. En wat gebeurde er daarna? Ik maakte een inhaalactie en toen verloor ik net een beetje snelheid. En die Koreaan die kon toen bij het omkomen. Ik probeerde hem nog een beetje te blokken, maar lukte helaas niet. Dan had je de plaatsingswedstrijd. Die won je soeverein, als ik het zo mag zeggen. En uiteindelijk had je de C-finale. Kun je die nog even voor de geest halen? Nou, ik moest even kijken hoe de race zou lopen, maar het was toen ze voorbij kwamen, toen probeerde ik gewoon even te wachten tot ze een beetje stil zouden vallen en dan zou ik bij Tom komen. Dat lukte, je bent uiteindelijk tiende geworden. Ben je daar tevreden mee? Nou, het is zoals het is nu en ik had natuurlijk graag iets hoger geëindigd, maar hier moet ik het maar mee doen.